Welkom bij Superkids, de kinderkerk waar het elke week feest is. Yes, het is weer tijd voor een nieuwe Superkids aflevering. En te gek dat jullie er allemaal zijn. Hey, hebben jullie er zin in vandaag? Ja! Volgens mij kan dat harder. Hebben jullie er zin in? Ja! Hey, hebben jullie Kirsten gezien? Wat is er met Kirsten aan de hand? Waar is Kirsten? Daar. Ligt hij te slapen? Ja. Laten we hem wakker maken. Kirsten, wakker maken! Wat was je nou aan het doen? Maken jullie me nou wakker? Ja. Maar waarom ben je aan het slapen? We zijn in een super tof aflevering. Heb je vorige week niet gekeken? Weet je wat de dokter zei? Nou? Je moet goed slapen. Dat is goed voor je hersenen. Ja. Maar dokter, ook midden in Superkids? Hey, de bedoeling is dat je s'avonds op tijd gaat slapen, niet overdag. Nou, maar dat had je er niet bij gezegd. Nou, vanaf nu dan. Oeh. Vanaf nu. Als je wil slapen, op tijd naar bed toe. Dat is goed voor je hersenen. Ja, we hebben weer een nieuwe aflevering van Breinpower. En waar gaan we het vandaag allemaal over hebben? We gaan het hebben over denk aan wat heilig en goed is. Nou, ik ben heel benieuwd. Yes. We gaan het vast allemaal ontdekken. Natuurlijk hebben we weer een Superkids quiz. We hebben weer de vraag van de week. En de waagschaal. Wie heeft er straks een zuur hoofd? Geef een draai aan de waagschaal. En inderdaad, ook de waagschaal. Waagschaal. En dat wordt een heel spannend onderdeel. Maar eerst moeten we iemand uit het publiek vragen wie wilde draaien. Iedereen? Ja, kies jij maar iemand, Kirsten. Ik vind het heel moeilijk. Kom jij er maar bij? Met je blauwe t-shirt? Ik pak even een microfoon. Ga maar vast bij de waagschaal staan. En bij mij deze kant? Ja. Oké, wie hebben we hier? Jorik. Jorik. Hey, en waar hoop je dat hij op uitkomt? Op welke kleur? Op de oranje. Op de oranje ingebied. Oh, dat is wel echt mijn vreselijk. Oeh. Dat lijkt me vreselijk. Hey, kom erbij staan. Dan ga je wat draaien. Dan gaan we het zien waar die terecht komt. Start er maar. Wow. Oh. IJshandjes. Goed gedaan. Heel die goed Die hebben we ook nog niet vaak gehad, hè? Die hebben we nog niet vaak gehad. En dat is een best wel klein stuk. Dus heel knap gedraaid. Ik ben heel benieuwd wat dat betekent en wat het allemaal inhoudt. Ja, want zometeen gaan de Superkids een quiz doen en zij mogen dan bepalen bij wie van ons dit gaat gebeuren. 5 vragen. 2 kids die strijden om de Superkids medaille. Dit is de Superkids quiz. Yes, en dat is het eigenlijk ook, hè? Jullie gaan namelijk strijden, de Superkids quiz. Hey, ik heb hier 2 dames staan die er helemaal klaar voor zijn met hun mooie jurken en rokken. Hey, als eerste hebben we hier... Sarin. En Sarin, waar kom jij vandaan? Barneveld. Uit Barneveld. En wat is jouw lievelingskleur? Lievelingskleur? Blauw. Oh, dat wist je zelf. Ja. Hey, jij gaat het vandaag opnemen tegen... Colinda. Tegen Colinda. En waar kom jij vandaan? Barneveld. Ook Barneveld. Ja, want jullie kennen elkaar, hè? Ja. Ja. Volgens mij zijn ze familie van elkaar. Oh. Dus dat is extra veel strijd. Familie, jullie zijn nichtjes van elkaar. Ja, leuk. Hey, en wat is jouw lievelingskleur? Lichtblauw. Lijkt op elkaar. Hey, ja, inderdaad. Nou, ik kan wel merken dat ze familie zijn. Kijken of we dat ook in de quiz gaan merken. Want we hebben zometeen 4 verschillende thema's. Mastermind, naapen, wat is weg en zinken of drijven. Elk goed antwoord is 1 punt waard. En in de finale zijn er meerdere punten te verdienen. Er kan dus echt van alles gebeuren. We gaan beginnen met ronde 1. En ronde 1 is Mastermind. Ja, Nicole komt er al aan met de ballonnen. Zaten we allemaal even een bril opzetten? Oeh ja, voordat je een mes pakt moeten we even de brillen op. Dank. Ik zal wel eventjes hier zo schuilen zometeen. Nou ja, maar een beetje afstand. Ja, inderdaad. Want Nicole gaat zometeen op een bepaalde volgorde de ballonnen kapot prikken. En jullie moeten raden. Jullie moeten daarna zeggen welke volgorde dat was. En denk je te weten? Druk op de knop. En dan mag je het antwoord geven. Zijn we er klaar voor? Daar gaan we. Colinda, jij was als eerst. Zeg het maar. Roze, groen, geel, oranje, blauw. Dat was niet goed. Oeh. Nee. Weet jij het, Sarin?
Geel, roze, groen, oranje, blauw. Dat is wel goed. Wauw. Gefeliciteerd. Hartstikke goed gedaan. En daarmee heb jij een punt verdiend en staat het 1-0. Gaan we door naar ronde 2, naapen. Ja, er komt al een car aanrijden. De veiligheidsbrillen mogen af, want die zijn hier niet voor nodig. Er ligt hier een heel mysterieus iets. Ja, inderdaad, alles mag van de desk af. Want er staat hier een bouwwerk. En die moeten jullie gaan namaken met de blokken die jullie naast je hebben staan. En wie dat als eerste heeft, die verdient een punt. Nou, laat hem maar vast zien en dan tellen we zo af. Ik ga laten zien. En dan mogen we het nabouwen. Oké. Hij is best groot. Ja, dat is best een grote inderdaad. Tellen we af. In 3, 2, 1. Start er maar. Ik zie groen, blauw. Groen en blauw. Ja, dat is de bodem. En die hebben ze toch wel gelijk. Ja, precies. Ja, en het moet ook kloppen, hè? Ja, precies. Nu is de 1 en dan de 2. Oh, ben je al klaar? Colinda is al klaar. Hij is even kijken. Wauw. En dat is helemaal goed. Goed gedaan. Dat betekent dat jij je punt hebt. En dat betekent dat het 1-1 is. Door naar de volgende ronde. Yes, en de volgende ronde is... Wat is weg? Nou, jullie zijn zo goed voorbereid. Ik zie de knop wordt er alweer bij gepakt. En een blinddoek mag erbij gepakt worden. Nou, er staat hier een car met allemaal mooie dingen. Oh, de papegaai is een beetje... Beetje zielig. Oh. Het is... Nee, is geen echte. Dat scheelt weer. Hey, we hebben hier dus allerlei dingen op staan. Wat hebben we er ongeveer op liggen? Een hoed, een... Hij doet het niet. Een niet werkend scheetkussen. Nee, een walkie-talkie. Van alles. Ja, van alles inderdaad. En neem het goed in je op, want zometeen gaan wij aftellen en moet je de blinddoek opdoen. En gaat Nicole een voorwerp weghalen. Dan tellen we weer af, mag de blinddoek weer af. En denk je te weten wat er mist, druk je op de knop. Ja. Doe de blinddoek maar op. Hebben jullie goed gekeken? Ja. Dan haal ik nu iets weg. We zien niks meer. Er wordt wat weggehaald. Tellen we met z'n allen af en dan mag je tegelijkertijd de blinddoek afdoen in 3, 2, 1. Oh, Sarah heeft gelijk gedrukt. Dat klopt. Goed, inderdaad. Jij was mega snel. Heel goed gedaan. Heel erg oplettend. Hartstikke goed gedaan. En daarmee gaan we door naar ronde 4. En ronde 4 is zinken of drijven. En dit is alweer de laatste ronde voordat we de finale hebben. Eens even kijken. We hebben iets nodig wat van jou is. Wat we gaan laten zinken of drijven. Ja, want er ligt hier eigenlijk helemaal niks. Hè? Nee, dus precies. Het is een goed idee als ik die bril er even bij pak. Die mooie slaapbril waar je net zo heerlijk mee lag te tukken. Ik vind het wel jammer hoor, want hij werkt dus wel heel goed om heel snel in slaap te vallen. Dus als ik de volgende keer weer Superkids doe, dan wil ik hem eigenlijk wel. Dus ik hoop wel dat hij heel blij, dat hij een beetje waterdicht is ook. Nou, hey meiden, wat denken jullie? Als we hem in het water leggen, gaat hij zinken of drijven? Schrijf het maar op. Oeh, wat denken jullie? Drijven. Oeh, ik hoor verschillende antwoorden. Ik hoor zinken, ik hoor drijven. Ja, dat zijn de enige twee opties natuurlijk. Ja. Even kijken. Dan wordt hier nog hard geschreven. Colinda denkt drijven. Ik vind deze ook best wel lastig eigenlijk. Ja, ik weet het Ik weet het ook niet zeker. Drijven hebben we er één. En de tweede wordt gepakt. En wat ik ben heel Sarin erg benieuwd. Ook drijven. Nou, we gaan het zien. Ik doe hem erin. En dat is hartstikke duidelijk. Ja, dat is hartstikke duidelijk. Hij zakt naar de bodem. Nou, ik wou zeggen, het hartstikke duidelijk. Hij blijft drijven, maar... Helaas geen punten, want hij is gezonken. Hij is helemaal naar de bodem gegaan. Dat betekent dat het 2-1 blijft staan voor Sarin. Ja. Oh. Goedemorgen. Postbode, gaat het goed? Ja, gaat heel goed. Ik heb nog heilig en goed. Och. Zo. Jongen, jongen, wat een... Ik schrik hier wel een beetje van, hoor. Is alles nog heel? Ga maar even... Ben jij nog helemaal heel? Ik heb wel, zo. Wat een binnenkomer, zeg. Ja, hè? Wat heb je allemaal weer bij je? Ja, allemaal pakjes die niet van jullie zijn. Jongen, even, wat is de hele volgorde ook? Denk, wat hebben we allemaal? Denk aan alles. Wat waar. Eervol. Ja.
Rechtvaardig. En wat hebben jullie? Heilig en goed. Heilig en goed. Die moeten jullie hebben is. Dat is Filippenzen 4 vers 8. Dat is uit de Bijbel. Oh. En je hebt vipost. En de brievenbus voor jullie. Nee, ik ben weer benieuwd wat er deze week weer is binnengekomen. Ja, zullen we eens even gaan kijken? Ja. Ik leg deze even opzij hoor. Dan kunnen we zo naartoe. Tijd voor een andere baan. Och, lieve, help. Nou, ik hoop dat het goed gaat met nou, de postbode. Nou, inderdaad, misschien is Harry is toch niet helemaal geschikt als postbode, maar goed, hè? We gaan even kijken. Oh, we hebben dit eerst. Is heel leuk. Heel knap. Met dit zijn Doortje en Brekertje, ja, hè? Ja, dat zijn Doortje en Brekertje. Wauw. Kijk eens hoe mooi gekleurd. Ja. Heel erg leuk. En er staat een naam bij. Kan het lezen? Jaroa. Oh, dat is een Watim Mewa. En hij is 4 jaar. En hij zit erbij op Campus Barneveld. Hey, en hij heeft volgens mij door een verbrekertje een profsnoor snoor gegeven. Heel creatief. Kijk. Heel leuk. Ja, leuk hè? Kijk, kunnen jullie hem ook goed zien? Ik vind het heel goed gedaan. Zit er nog meer post in? Oeh, we hebben er nog kijk. Oh, wauw. Wauw. Hey, deze is van Isabella. En ik ga hem eventjes voorlezen, want er staat een tekst op. En hij is verder heel mooi ingekleurd, dus dat ga ik laten zien. Wij hebben lief, omdat God ons eerst lief heeft gehad. Precies. 1 Johannes 4, vers 19. Kijk, wat een mooie tekst ook. En zo mooi ingekleurd. Al die verschillende kleuren. Heel knap gedaan. Ja, heel goed gedaan, Isabella. Hey, en er zit nog een hele lange brief in. Kijk, er zit ook nog een brief in. Hey, zal ik die eens even op nog makkelijk gaan lezen? Dat is misschien wel een goed idee. Ik zou zeggen, ga er lekker bij zitten. Ik ga er even lekker bij zitten. Ik kom even bij jullie. Kan ik hier even tussenin? Kijk. We hebben weer een brief. Hey Superkids! Laatst had mama mij op maandag beloofd dat ik met een vriendin mocht spelen op woensdag. Op woensdagmiddag. Ze moest zelf namelijk werken. Precies diezelfde middag vroeg Lisa of ik bij haar wilde spelen op woensdag. Dat leek me superleuk. Dus ik vertelde het die middag toen ik uit school kwam meteen aan mama. Mama vond het goed en had met Lisa's moeder afgesproken dat ze me zou ophalen aan het eind van de middag. Dinsdag op school kwam Marjolein naar me toe. Ze vroeg of ik zin had om bij haar te komen spelen woensdagmiddag. Hun hond heeft puppies gekregen. Puppies! Ik zei natuurlijk meteen ja. Maar toen ik dat aan mama vertelde, zei ze ineens... Je had toch met Lisa afgesproken? Oh ja, dacht ik. Helemaal vergeten. En nu? Vroeg ik mama. Mama zei, je had al met Lisa afgesproken. Dat kun je niet zomaar afzeggen. Toen kwam papa naar ons toe. Hij had alles gehoord. Weet je, zei hij, dit is zo'n moment waarop het voelt alsof je voor een stoplicht staat. Een stoplicht? Wat bedoel je daarmee? Vroeg ik. Met Marjolein gaan spelen kan eigenlijk niet, want je had al met Lisa afgesproken. Dat is het rode licht. Maar met Lisa spelen is oranje, want eigenlijk weet je niet zeker of je dat wel wilt. Zo, daar had papa wel gelijk in. Ja, zei mama. Wat is het groene licht dan voor jou? Dat is lastig, dacht ik. Zullen we daarvoor bidden, zei papa. Bidden, vroeg ik. Dat is toch voor alleen hele grote dingen? Nee joh, je kunt voor alles bidden. God weet altijd wat het beste is voor jou. Je kunt hem vragen om dat tegen jou te vertellen, zei papa toen. Oké, zei ik. Samen met papa en mama ging ik vragen aan God wat ik het beste kon doen... En ineens wist ik het. We kunnen samen naar Marjolein toe gaan. Lisa en ik. Kijk, dat vind ik een heel goed idee. Zullen we Lisa en Marjolein gelijk bellen of ze het ermee eens zijn? Vroeg mama. En dat hebben we toen gedaan. Die woensdagmiddag zijn Lisa en ik samen naar Marjolein gegaan om puppies te kijken. En sindsdien spelen we wel vaker met z'n drieën. En ik vraag ook vaker aan God wat ik moet doen. Want hij weet altijd wat het beste is voor mij. Wauw, wat een mooi verhaal, hè? Ja. Weet je wat ik zo tof vind aan dit verhaal? Dat soms heb je gewoon lastige keuzes. En dat je dan gewoon ook... Het hoeft niet hele grote dingen te zijn, maar ook met de kleine dingen. Soms denk je, dit is veel te klein. Dit kan ik niet aan God vragen. Want hij is vast veel te druk. Maar juist vindt God het zo tof als we ook met die kleine dingen naar hem toe gaan. Dat is echt zo tof, hè? Yes. Eigenlijk vind ik het wel tof om nu even met elkaar daarvoor te bidden. Zodat we de juiste keuzes kunnen maken. Yes, Vader, dank u wel, Heer, dat u zo'n grote God bent, maar zo ook geeft op al die kleine dingen waar wij mee bezig zijn, Heer. En alle grote en belangrijke beslissingen. Dank u wel, Heer, dat u ons altijd goede ideeën geeft om goede juiste keuzes te maken. We houden van u. Amen. Amen.
De hersenkraker. Ja, oh, ik ga er helemaal van dansen. Hey, de hersenkraker. Hij zal er vast wel weer deze week in zitten. En ik ben ook wel benieuwd hoe die van vorige week nou moest. Want ik vond hem nog best wel ingewikkeld. Nou, ik heb het gezien en ik snap er ook helemaal niks van. Even kijken. Oh, de dokter legt al bezig. Van alles klaar. Hey, waar zijn de pennen gebleven? Nou, bij nader inzien is dit beter. Kunnen we het beter zien en ook beter zien wat we moeten veranderen. Slim. Even kijken hoor. Oeh, er zitten twee hele leuke kleurtjes in. Maar ook papieren. Even kijken. Ja, papieren en een brief. Hi Superkids, dat zijn jullie, Nicole en Kirsten. En de dokter, hè? Zijn jullie al achter hoe de vorige hersenkraker werkt? Nee, ik heb echt geen idee. Nou, ik zal jullie helpen. Bouw eerst de puzzel nog maar een keer na. Nou, dat heel goed gedaan. Ja, heel goed. Dat heeft de dokter al gedaan, bedankt. Oké, ik zie hier een heel ingewikkeld tekening, dus ik ga het even kijken. Stap 1, verplaats deze. Dat is even laten zien aan de kinderen thuis? Dat is deze. En die moeten we naar boven verplaatsen. Ja. Stap 1 heb ik nu gedaan. Kan jij stap 2 even kijken? Dan moet je deze van de zijkant hier omhoog doen. Deze? Deze moet hier omhoog. Oké, dat is dan de tweede. En dan stap 3. Even kijken. Verplaats. Die moet naar beneden. Eentje moet nog naar deze beneden. Deze moet naar beneden. Ja. 3. Oh, ik zie het al. En 4. We hebben er nog maar eentje over. Oh! Ja. Ja, dat duurde heel lang, hè? Ja, ik hem door het kwartje viel nu, Bas. Ja. Hey, heel goed gedaan. Is dat alles wat erop staat? Ik weet het niet. Misschien nog een nieuwe. Oh, kijk. Ze zegt zelfs, je kan ook 7 vierkanten maken door maar 2 stokken te verplaatsen. Maar daar staat het antwoord dan niet voorbij. Dus probeer dat vooral even thuis uit, hè? Precies. Goed, nog een nieuwe hersenkraker dan. Ergens vind je een whiteboard. Ja. Een stift. Stift hebben we hier. En wat blaadjes. Even kijken. Oeh, dat is een whiteboard. En we hebben hier blaadjes. Ja. En we hebben hier stiften. Ja. Die leg ik even zo neer. Oké. Kan je dit huisje natekenen zonder je stift van het papier af te halen? Dit huisje. Dat huisje. Ja, dat kan ik wel natekenen. Ik hoor hier al iemand die het heel... Wil jij het komen doen dan? Dat is makkelijk, hoor ik hier. Nou, op het papier of op de whiteboard? Kan het met deze? Kan het met deze op de whiteboard? Ik weet niet, staat niet in de brief. Ik denk het wel. Ja. Kom maar even. Je mag een beetje hier komen staan. Ja. Oké. Jij gaat een poging doen. Ja. Maar wij moeten wel eigenlijk een beetje huis, zo doen. Dan kan de camera, dan kunnen de kids het thuis ook zien. Wij houden hem goed vast. Hoe jij dat doet. Er wordt een huis getekend. Een dak staat erop. Oeh, en nu? Oh, je mist er één. Oeh, kunnen jullie dat allemaal goed thuis zien? Hij moet deze, hè? En het is nu die. Nou, dit, ik dacht eigenlijk ook dat dit de oplossing was. Nou, probeer het. Oké, ik dacht ook dat dit de oplossing was, maar... Oh, dit is nog best wel ingewikkeld volgens mij. Even oefenen. Hey Nicole, wil jij een keertje proberen? Ja, ik wil een keer proberen. Probeer jij met de roze? Ja. Je hebt het een keer gedaan? Ja, ik heb het in één keer gedaan. Nou, ik heb het nog nooit gezien. Het ziet er wel een beetje dan, hè? Ingewikkeld uit. Ik ga gewoon beginnen. Wow! Ik heb gewoon dat had ik niet verwacht. Oh, probeer hem nog één keer, maar dan eventjes langzaam. Ja, maar ik weet niet meer wat ik heb gedaan. Oh. Nou, misschien kunnen ze het nog even, moet je het in slow motion terugkijken? Waar was ik ook weer begonnen? Ja. Volgens mij was ik hier begonnen. Ja, oh, je ziet dat het bijna niet, maar je deed het wel inderdaad hartstikke goed. Even kijken hoor, je ziet het niet zo goed, maar hij staat hier wel. Wauw. Hey, maar dit is niet het einde van de brief. Ik denk, we hebben een keer een hersenkraker gelukt. We hebben hem gewoon opgelost, maar er staat nog... Dat dacht ik al. Dat was niet zo moeilijk. Nou, hallo. Niet zo moeilijk. Oké, maar kan je ook het logo in de hoek natekenen zonder je stift van het papier af te halen?
Het logo in de hoek, waar... Oh, ik zie het hier al. Deze. Nou, dat kan niet. Jij kan dat? Nou, kom maar laten zien dan, want er zit, dat is gewoon... Met een rondje met de stop, hè? Hoe? Doe maar met de groene. Ja, met de groene die zie je beter, ja. Oké, het is de ster met het rondje. Het rondje. Je mag het niet loslaten, hè? Al van de pen afgehaald. Je mag het niet loslaten. Ga je het nog één keer proberen? Zonder dat je het moet loslaten, hè? Kijk, ik heb hier ook nog een zwarte. Dan kunnen we het beter zien. Tevoorschijn getoverd. Kirsten, wil jij het anders proberen? Ik ga het ook een keertje proberen. Ja, ik snap dat niet hoor. Dat je een rondje hebt en dan zonder dat je hem loslaat. Dit is dan de ster. Kijk, ja. Dat lukt wel. Ja, dat lukt wel. Maar hoe kom je dan bij dat? Dan moet ik zo. Ja, dat kan dus niet. En dan zo. Maar er zit een streepje en dat mag niet. Nee. Weet je, ik kom hier niet uit. Ik ook niet. Oeh, ja. En als het niet lukt, kan je altijd nog vragen of de superkids thuis het antwoord op kunnen sturen. Succes! Nou, ik ga denk thuis nog eventjes oefenen hoor. Misschien weten jullie het wel thuis en stuur het dan naar ons op, want wij zijn heel benieuwd naar het antwoord. Yes. En nu is het tijd om met elkaar lekker te gaan worshipen en aanbidden. Hé hey, meiden, kom erbij. Hallo. Yes. We hebben weer een tof nummer. Wat gaan we zingen vandaag? We gaan vandaag een wat meer aanbiddingsnummer zingen met z'n allen. Een wat rustiger nummer. Dus we kunnen gewoon lekker blijven zitten. Lekker blijven zitten. Wij komen er lekker bij zitten. Zal ik hier boven of ga jij hier even boven zitten? Vind je dat goed? Dan ga ik hier. Ja. Ja. Blijf lekker rustig zitten. Luister lekker naar de muziek. Zo geweldig, het overweldigt mij.
bedankt, meiden. Wat zo tof is wat ze zeggen, hè, van uw aanwezigheid is de beste plek om te zijn. Echt, oh, ik ben er gewoon even helemaal van onder de indruk. Ja. Oh, ja. Heel erg mooi nummer. Het denkt me ook gewoon aan, we hebben het over wat heilig en goed is. En gewoon bij God zijn, dat is precies wat ze zingen. Bij God zijn, dat is gewoon de beste plek. Het overweldigt mij hoe goed het is bij ja. jou. Ja, wauw. Hey, maar ik heb wel eigenlijk een beetje een vraag aan de dokter. Want denk aan wat heilig en goed is. Ja, nou, hoe weet je dat nou eigenlijk, wanneer iets heilig en goed is? Ja, dat is wel een goede vraag. Kijk, op zich, als je kijkt naar het verhaal wat we net hoorden, hè, de brief die je voorlas, dan is het eigenlijk wel duidelijk. Dan weet je eigenlijk wel wat je moet doen. Maar soms is het ook wel ingewikkelder, want dan denk je, moet ik doen wat ik voel? Ja. Of moet ik doen wat ik denk wat slim is? Hè, dus dan moet je eigenlijk even heel goed over nadenken en dan moet je je beide hersenhelften goed gebruiken. Beide hersenhelften? Heb ik twee hersenen dan? Nee, je hebt maar één hersenen. Kijk, ik heb een plaatje. Eén hersenen. Oh, wow. Ja, ik zie al. Zien jullie daar kijken? Eén hersenen, maar twee helften. Oh, en die staan, doen, noem je er twee. Ja, en die doen alle twee wat anders. En die, ja, het mooiste is dat die het beste, of als, dat ze heel goed met elkaar samenwerken. Maar ja, dat is niet altijd zo. En dat is toevallig. Ik heb weer een testje meegenomen om dat te laten zien. Oh, nou, ik ben heel erg benieuwd. Wie wil vandaag meedoen? Wil jij meedoen? Ja. Ja? Ja. Ja. Nou. Ik kom erbij staan. Let dat hier achter? Ja, het moet hier achter. Oh, oh, ja. Oké. Okay. Let op. Oh jee. Twee bakjes met water. Die ene zit ijs in. Hey, als jullie het niet kunnen zien, kan je wel een beetje hier bij mij komen ja, staan. Misschien in, dit is inderdaad een goeie. Kom maar. In deze ijs. Ja. Nou ja, goed, we zullen het zo wel even horen als Kirsten haar handen erin heeft gedaan. Niet met je rug, nou, kom maar een beetje met je rug hierin. Ja, wel ben je aan de zijkant, want dan ja, kan iedereen thuis ook goed zien. Anders kunnen de kinderen. Hey, maar is hier ijs? Ja. Nou, jij mag zo wel vertellen wat je voelt. Dat is eigenlijk het beste. Oké. Okay. Jouw handen mogen in de buitenste twee bakken. Ja. Eentje in die en eentje in die. Doe maar. Okay. Oei, welke zou ik eerst doen? Deze of deze? Deze, ijs. Oh, eerst ijs. Oh, dat is echt ijskoud. Oh. Ja? Moet ik hem erin houden? Ja, erin houden. Oh, als jij nou, ja, er is. Als jij nou je handen er gewoon even in beide bakken doet, dan vertel tegelijk. Ik nog even wat over deze, die hersenen. Jongens, deze is warm. Dus allebei tegelijk. Oh, dit is ja. Goed erin, hè? Goed ik duidelijk. Hou dit niet nou, oh, dit het verhaal duurt okay. niet te lang. Okay. Luister, je hebt twee hersenhelften, links en rechts. En beide kanten. Sorry, dit is echt heel erg koud. Ik doe het zo. Ik doe ondertussen. Ik dip een beetje. Oh, ja. Nou, vooruit. Ja, nou, vooruit. Kom op. Luister, luister. Dus je hebt twee hersenhelften. De ene, de linkerkant, die is vooral om logisch na te denken. Gestructureerd, bijvoorbeeld om taal te leren of rekenen. Om rekenen te leren. En die rechterkant, dat is meer voor fantasie of gevoel. Bijvoorbeeld als je muziek maakt, wat ze net deden. Oh, ja. En de kunst is dat die goed met elkaar moeten samenwerken. Kirsten, zou jij nu, en het mooiste is, nou, er is hier nog een handdoek, maar misschien kan je wel door. Ga maar gelijk met beide handen naar de middelste bakjes. En dan mag je zeggen wat je voelt. Wat voel je? Deze is echt super warm en deze is echt super koud. Ik was eigenlijk ook. Oké, okay, horen jullie het goed? Deze is warm. Luisteren. Deze is warm en deze is koud. Kirsten, kun jij je handen nu omwisselen? Omwisselen? Ja, dus die in het ene bakje zo. En die, ja. Oh, maar nu is deze koud en is deze warm. Huh? Maar deze was toch warm en deze was toch koud? Wacht, wacht, wacht. Ja, deze is warm. Deze. Hoe zit dit nou? Dat komt door dit orgaan, je hersenen. Die dachten, hé, hey, deze hand hoort bij koud en die hand hoort bij warm. Oh. Zo heeft hij dat bedacht. Ja, hij draait het ook om als je je handen omwisselt. Ja. Maar het blijft bij dezelfde hand hetzelfde. Dat is echt raar. Ik voel het nog steeds. Want ik denk dat deze hand, omdat hij zo lang in het ijs heeft gezeten, is helemaal bevroren gewoon. Ja, nou ja, haal hem er maar gauw uit. Ja, oh. Want dat is ook weer niet goed als iets bevriest. Dus het is heel belangrijk om beide hersenhelften goed met elkaar te laten samenwerken. Wat een leuke test. Ja. Oeh. Nou, dankjewel. Hé, jullie mogen weer gaan zitten. We snappen het helemaal. Hé, hey, ja, en het samenwerken is dus best wel belangrijk. Mijn handen zijn weer droog. En het is dus eigenlijk gewoon belangrijk om altijd allebei te gebruiken. Dus en logisch nadenken en creatief zijn. Dus ja, eigenlijk. Want dan gaan ze zeg maar een soort zo.
Zo. Oh ja, precies zo. Dan gaan ze precies zo. Gaan samenwerken, ja. Maak je klaar voor de finale. Ja, meiden, het is toch hartstikke spannend, want alles kan nog gebeuren. Jullie mogen even je desk leegmaken, want we gaan door naar de allerlaatste ronde, de finale. Ja, ja, ja. Oh, ze zijn zwaar. Het zit bomvol met smurrie. Zo. En misschien weten jullie wel wat er gaat gebeuren. We hebben zo meteen een stelling. En als je denkt, dat is goed wat ik zeg, dan pak je de groene bal of dan ga je op zoek naar de groene bal. Ja, jij bent al aan het kijken of je het kan vinden, hè? Oh, en denk je, dat is niet goed, dan moet je de rode bal pakken. Ik ga even op zoek naar de stelling. Ja, ja, ja. De stelling is... Let goed op, let goed op. De stelling is... Een hond blaft. Klopt een dat? Een hond blaft. Of klopt dat niet? Hey, wat is het geluid van blaffen? Kan ik dat even horen? Woef, woef, woef. Ja, hier kunnen ze het goed. En wat is het geluid van een hond? Wat is het een hier? Hond? Ja, ja, ja. Oh, Sarin! We hebben een groene bal. En dat klopt, want een hond blaft. Inderdaad. Niet veel, Colinde. Ja, ja, ja. Jullie heel hebben... erg goed. Jullie hebben allebei een groene bal, maar wie was er sneller? Ja, Sarin was sneller. Ja, hè? Yes. Hey, en dat betekent dat de tussenstand... Even kijken, jij hebt 4 punten. En Colinde, hij heeft 1 punt. En dat betekent dat jij de winnaar bent van deze quiz. Maar jullie hebben het allebei supergoed gedaan. Dus je krijgt allebei een strandbal van Superkids. Ik leg hem even zo neer, want ik denk niet dat je met de vieze vingers hem al wil aanraken. Kijk, de prachtige medaille. Heel goed gedaan. Yes. Hey, Sarah, dat betekent ook dat jij mag beslissen wie van ons de waagschaal moet uitvoeren. Ja, en hij was uitgekomen op, ik wil het nog niet horen. IJshandjes! IJshandjes! Nou, Kirsten heeft helemaal ervaring. Ik denk ik dat jij het moet gaan doen. Ik voel mijn hand al niet meer. IJshandjes, maar wat betekent IJshandjes dan, Nicole? Nou, ik denk dat we het gaan zien. We gaan het erbij krijgen. Oh, we hebben hier een bak met ijs. En daar moeten je handen in. Allebei. 10 seconden. 10 seconden? Hoe lang duurt het net voor? Sarin, wie moet dat gaan doen? 5 seconden. Sarin heeft een... Oh, yes! Ja, ik hoorde het net al. Ik hoopte dat ze, omdat jij nu aan het praten was, dat ze dacht van... Oh, doe dat, ze gaat... Maar dat is... Nou, laten we maar gaan aanmoedigen, hoor, jongens. Okay, kom er allemaal maar bij. Dan wil je er ook bij kijken hoe dat gaat. Oeh. Weet je zo niet? Yes, blijf aan de camera. Oké, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja! Ah, heel goed gedaan. Oh, ik voel echt niks meer gewoon. Oh, het is alweer het einde van deze aflevering. Hey jongens, vergeet niet, denk aan alles wat heilig en goed is. We hebben het heel deze serie gehad. Het is ook het eind van deze serie, Brain Power. Wat is de tekst? Filippenzen 4 vers 8. Wat staat? Denk aan alles wat waar, eervol, rechtvaardig, heilig en goed is. Yes. Het was een heel tof thema. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Vergeet je niet te abonneren op ons Facebook, Instagram en YouTube kanaal. Geef een duimpje omhoog wanneer je deze video te gek vond. En we hopen... We hebben nog een vraag aan de dokter. De laatste vraag. Wat kunnen we deze week doen om onze hersenen gezond te houden? Ja, en wat vond je er allemaal van? Nou, ik vond het ontzettend leuk om erbij te zijn. En ik heb inderdaad nog wel een tip voor de volgende keer. 's Avonds op tijd naar bed. Maar vooral als je wakker bent, veel bewegen. Oh, veel bewegen. Veel goed bewegen. Voor je hersenen. Lekker bewegen. Doen we altijd, hoor ik al. Doen we altijd. Het was hartstikke leuk dat de dokter bij ons was. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg! Psst, ben jij nog niet geabonneerd op ons YouTube-kanaal? Abonneer je dan hieronder en klik meteen even op het belletje. Tot volgende week. Zie je dan!